ben Carlijn en ik studeer aan de Master of Bioinformatics and System Biology, joint degree aan de VU. En ik zit nu in mijn tweede jaar van de opleiding. Ik heb best wel een groot pakket aan functiebeperkingen, 3 in totaal. Ik ben eigenlijk zeg maar al jaren geleden begonnen bij de VU als pre-master student. Ja, toen moest ik al puzzelen hoe ik voorzieningen moet aanvragen. Dus dat is ook een van de grote worstelpunten geweest. Maar ook gewoon docenten laten wennen aan dat je een solo-apparaat moet geven om beter te verstaan. Dat je gewoon dichtbij moet zitten bij een collegezaal. En het is draadloos verbonden met mijn gehoorapparaten hier. En dan kan ik de docenten beter verstaan. Kom maar gewoon naar de VU. Dus mensen zijn best wel bereid om je te helpen en aan te passen. En ook toen ik weer wat meer voorzieningen bij moest vragen vanwege fysiek onderwijs, is het ook gewoon soepel gegaan tussen de studies. Blijf me nog steeds helpen. Praat met me waar ik tegenaan loop met studeren of tegenaan loop met dingen regelen voor de opleiding. Dus een nieuwe voorziening en als er onduidelijkheid blijft van de docenten, dan gaan ze het even aankaarten. Zelf, want dat geeft af en toe iets meer kracht dan dat je het alleen nog doet als student. Dus de studieassisteur en ik zijn best wel goed, we hebben een goede band. Maar ik wil graag andere studenten helpen, omdat ik weet van dat alleen zijn is niet leuk. Alleen zijn wil je soms niet, soms weet je niet hoe je interacties met elkaar moet aangaan. En probeer met activiteiten zoals studiesessies, borrels, maar ook met studentenmentengroep om elkaar te stimuleren. Oké, met deze personen kun je sowieso vragen, deze gezichten ken je.